Buitenlanders houden zich niet aan de geldende maatregelen die nageleefd moeten worden als ze eenmaal in Suriname zijn. Er is melding gemaakt dat men niet in quarantaine blijft en men feesten bezoekt. Volgens Martelise Eerstel, crisismanager COVID-19 management team, is er ook sprake van vervalsing van testresultaten. Feit is dat het BOG ontzettend veel moeite heeft om deze mensen in quarantaine te zetten en te houden. De mensen zijn erg weigerachtig en ze gaan gewoon de straat op, gaan gewoon naar feesten. Er zijn zelfs indicaties dat zij hun testen, negatief testresultaat vervalst kopen. En daarover heeft de minister van Volksgezondheid van Nederland ook gesproken in de pers. Dus wij zijn bezig na te denken hoe kunnen we dit reizende verkeer zo veilig mogelijk laten geschieden. Er zijn bij het gedeeltelijk openstellen van het luchtruim protocollen vastgesteld voor buitenlanders die een bezoek brengen aan Suriname. Voor vertrek naar Suriname is men verplicht een test af te staan die 72 uur voor vertrek is uitgevoerd door een deskundig bureau belast met de gezondheidszorg. De toeristen zijn verplicht om 10 dagen in quarantaine te verblijven. Dit om te voorkomen dat, mocht er iemand positief getest worden op COVID-19, er al sprake is van afzondering van andere personen. Het is belangrijk dat COVID-maatregelen strikt worden opgevolgd door toeristen en de samenleving. Afgelopen dinsdag moesten aankomende toeristen lang wachten op het Johan Adolf Pengel luchthaven, alvorens er een COVID-19 test van hen werd afgenomen. Dit omdat er een tekort was aan manschappen van het BOG op de luchthaven, zegt waarnemend directeur Rajesh Ori. Inmiddels heeft BOG ervoor gezorgd dat er genoeg medewerkers aanwezig zijn voor een vlot verloop op de luchthaven.